Goedemorgen, middag, avond of wanneer je dan ook bent, aan het kijken bent. Ik ben Angelo, ik ben landelijk bestuurslid bij Pink en dit is... Ik ben Tobio, ik ben lokaal bestuurslid bij de afdeling Noord-Holland van Pink. Hij is vandaag is er om Sebastiaan, onze voorzitter, te vervangen, want die zit in Australië. Die is daar bezig met het voorbereiden van de revolutie. Mm-hmm. Vandaag gaan wij een stukje van Buitenhof gaan wij analyseren. Voornamelijk omdat Buitenhof niet zo moeilijk doet met de copyright op YouTube. Maar voor een andere reden ook, omdat er een ontzettend interessant debat heeft plaatsgevonden tussen enerzijds Henk Nijboer, Kamerlid met als portefeuille onder andere economie in de Tweede Kamer voor de PvdA, en Anthony Burgmans geloof ik zelfs, die is voorzitter geweest van een hele grote rits met bedrijven. Unilever, Axel Nobel geloof ik, en momenteel bestuur bij de Jumbo? Bij Jumbo geloof ik. Die in mijn groep. Nou, voorzitter goed. Zelfs. Ja, nou die hebben dus een discussie over het feit dat het zogenaamd niet meer zo goed zou zitten tussen de Nederlandse regering en de Nederlandse bedrijven. Nou ja, de jongen hiernaast begint al te lachen, mm-hmm. Omdat wij daar inderdaad onze ideeën over hebben. Daar voeren zij een debat over en dat willen wij graag met jullie delen. Ja. Dus dan gaan we beginnen. Het gaat niet echt lekker tussen politiek en bedrijfsleven. Deze week bezocht een zware delegatie commissarissen van grote multinationals Mark Rutte om hun zorgen te uiten over de toon waarop er in Den Haag over grote bedrijven wordt gesproken. In Buitenhof een gesprek met Anthony Burgmans, oud-topman van Unilever, en Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Nee, de sfeer is slecht en de toon is niet goed, maar ik denk dat er drie grote inhoudelijke problemen aan ten grondslag liggen. Allereerst het Anglo-Saxische aandeelhoudersmodel, dat steeds meer de overhand krijgt, terwijl we in Nederland bekend zijn om ons Rijnlandse model, waar je rekening houdt met iedereen, de belangen van werknemers, de maatschappij, de samenleving. Je ziet de winsten van bedrijven oplopen, maar de beloning van werknemers achterblijven. Je ziet ook dat de risico's steeds meer bij werknemers worden gelegd. Ook op de arbeidsmarkt, steeds meer flexibele contracten. Dus dat is één groot probleem. Tweede probleem is dat de bedrijven steeds minder belasting willen betalen. Ja, dat vind ik leuk. Het idee dat bedrijven onlangs steeds minder belasting wilden gaan betalen. Daarvoor stonden ze in de rij om belasting af te dragen. Maar kennelijk is er iets veranderd waardoor ze dat nu niet meer willen. Zou het een verandering zijn in dat ze het niet willen? Of zou het een verandering zijn dat ze het nu makkelijker door de politiek heen kunnen krijgen? Ja, dan zou je juist zeggen dat het op zich tot een hele goede band met de politiek zou moeten leiden. Dus een beetje de vraag waar dit debat nou over gaat. Maar goed, we gaan het zien. Terwijl voor het vestigingsklimaat goed onderwijs, een goed opgeleide bevolking, goede verbindingen, goede publieke voorzieningen heel erg belangrijk zijn. Maar eigenlijk de eigen bijdrage eraan willen leveren, wil het bedrijfsleven niet. Die lobbyen volop met de dividendbelasting eigenlijk als grootste punt. Hè. Dat ging zelfs naar buitenlandse aandeelhouders, niet eens naar extra investeringen. En derde vind ik gedrag en cultuur. En dat is? Nou, gedrag en cultuur is hoe je reageert op als het helemaal mis is gegaan bij ING. Wat moet je als medewerker van ING wel niet denken als er 6 jaar is meegewerkt aan witwassen en fraude en de top neemt niet eens zijn verantwoordelijkheid. Maar het is ook de top van het bedrijfsleven die steeds zegt het is wel belangrijk om divers te zijn. Maar als je dan kijkt in die catalogie, in de jaarverslagen, dan lijkt het toch alsof je de 19e eeuw nog binnenstapt. Veel te weinig diversiteit, veel te weinig vrouwen. En dat is al 10, 15 jaar lang een probleem. Dus men beweert wel dat dat... Ja, dan moet ik het wel een beetje opnemen voor de bedrijven. Ik weet, er was een tijdje geleden was er ook een gesprek met Barbara Baarsma. Dus, ook een econoom, hebben we ook een fragment over gemaakt. Ja. En die zei eigenlijk dat een van de redenen waarom dat dus niet zo is, dat er veel vrouwen in de raad van besturen van grote bedrijven zitten, is onder andere omdat er heel weinig vrouwen zijn die fulltime werken. Dus ik moet daar toch wel zeggen van ja, die bedrijven, die kan je niet volledig kwalijk nemen op het moment dat ze niet mensen naar voren schuiven die misschien niet zoveel uren maken als wat daar nu in het bestuur zit. Ja, waar natuurlijk wel de kanttekening bij geplaatst mag worden, is dat je vervolgens naar dingen erachter moet kijken. Maatschappelijke dingen erachter. Maar ik ben het er mee eens dat dat niet alleen op de bedrijven afgeschoven kan worden. Nou, mooi. Opgelost wordt, maar dat gebeurt niet. Meneer Nijboer heeft een lijstje. Wat kiest u er zoal uit als verweer? Nou ja, waar ik het mee eens ben, was zijn allereerste opmerking, is dat de toonzetting niet goed is. De sfeer is niet goed. En ik denk dat uw inleiding dat ook demonstreert. Wat maakt de toon nou uit? Het gaat uiteindelijk toch om waar de knaken naartoe rollen. En nou ja, dat uit het verhaal van Nijboer bleek al. Ze betalen minder belasting, er gaat minder naar arbeiders of naar werknemers. Dus
ja, het zal mij heel weinig uitmaken hoe ze het uiteindelijk over die bedrijven spreken. We moeten meer kijken naar wat de politiek doet. Ja. Kijk, je kunt zeggen van het bedrijfsleven wat je wil. En u heeft er nu wat over gezegd. Maar ik kan ook een hele lijst opnoemen van de zaken die het bedrijfsleven wel goed doet. Het verzorgt, geeft mensen werk. Ja, dat vind ik nog, dit vind ik er echt eentje. Dat is zo mooi. Ja, bedrijven zorgen voor, waarom zorgen bedrijven voor werk, Tobio? Bedrijven zorgen voor werk, omdat anderen blijkbaar dat niet doen. En bedrijven zorgen voor werk, omdat zij natuurlijk zelf winst moeten maken. Zij moeten natuurlijk, hè, die arbeid die hebben zij nodig. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk voor hun eigen winst. Ja, het is ook een beetje, dus je hebt heel vaak discussies over automatisering en dat dat een probleem zou zijn. Maar als bedrijven gewoon voor werk zoeken, voor werk zorgen omdat ze dat zo leuk vinden, dan denk ik niet dat dat een probleem zou zijn. Nee. Het is een beetje kromme redenering. Dus hij brengt het alsof bedrijven, omdat ze zo lief zijn, af en toe werk uitdelen. Van hier voor jou een beetje werk. Mm-hmm. Nou, als dat zo zou zijn, en Anthony Burgman zegt het zo, dan is het waarschijnlijk heel snel afgelopen met de werkloosheid. En dan gaat iedereen straks bij de Jumbo werken. Ik vind het erg lief van de Jumbo. Het geeft mensen inhoud. Het doet heel veel aan klimaat. Het doet heel veel aan duurzaamheid. Het doet heel veel aan klimaat. Bedrijfsleven is de primaire bron van, hè, alles wat goed gaat in onze klimaatontwikkelingen. Want natuurlijk, hè, de winst die haal je. Waar haal je winst uit? Het klimaat redden. Oh ja, dankjewel. Ja, nee, ik denk maar. Nee, klopt. Het is, en ik denk, je hebt ook bedrijven die dan wel iets aan klimaat doen. Dus aan klimaat. Ik ga ook mee in zijn terminologie, maar laten we zeggen, die goed doen voor het klimaat. Ja. Maar dan vraag ik me altijd af, zeg maar, in hoeverre dat is omdat dat, hè, een overweging is die ze doen voor de rest van de samenleving. En in hoeverre dat eigenlijk iets is waarmee zij hun imago weten te verbeteren. Precies, hè? Ik bedoel, greenwashen, dat is levender dan ooit. Ja, ja, je ziet het ook bij de Zuiders natuurlijk. Heb je al die mooie klimaatgevels. Mm-hmm. En dan denk je, oh, die mensen, nou, die zijn vast goed bezig. En ondertussen staan voor de deur allemaal van die dikke auto's, waarmee ze meer CO2 naar buiten pompen, mm-hmm, dat ik in een jaar er doorheen krijg. Ja. En maar blij dat ze het doen. Ja. En wat natuurlijk hier, hè, om nog even terug te komen op dat punt wat je eerder maakte. Uiteindelijk zit hij hier te spreken alsof die bedrijven dit allemaal uit goedwil doen. Mm-hmm. En dat uiteindelijk niet de enige werkelijke drijfveer voor bedrijven winst maken is. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk waar hij heen wil. Aan duurzaamheid, digitaliseert dit land, doet van alles. Waarom is de sfeer dan zo slecht? Maar de sfeer is slecht omdat er op dit moment de toonzetting is verkeerd. En het opsommen van allerlei zaken waar je het niet mee eens bent, lost zaken niet op. Hoezo lost dat zaken niet op? Je hebt toch juist kritiek nodig om vervolgens verbeteringen aan te brengen? Ja, eens. Ja, eens, maar ja, dat zal wel. Wie was het die eens, niet in de 19e eeuw, maar in de 20e eeuw zei, toren lost niks op? Dries van Acht was dat. Juist. Ja. En hij had daar volkomen gelijk in. Kijk. Ja, de beroepsreactionair puur sang. Dries van Acht, die wordt erbij gehaald. Degene die het neoliberalisme geïntroduceerd heeft, zo'n beetje in Nederland, die wordt nu aangehaald om te zeggen, nou ja, we moeten eigenlijk niet te kwaadaardig zijn naar al die bedrijven. Het zijn toch uiteindelijk hele lieve mannen. Nou ja, zoals je ziet, hè. Ja. Hij zit er toch wel maar mooi, Anthony Burgmans. En tot nu toe komt hij over als een hele vriendelijke vent. Dat zeker. Het bedrijfsleven kan een hele belangrijke rol spelen bij het oplossen van allerlei kwesties in onze samenleving. Klimaat is daar een heel goed voorbeeld van. Mag ik even terug naar het citaat van Dries van der Acht? De toren brengt de waarheid niet dichterbij, was het letterlijke citaat. U vindt dus dat de toren die de politiek uit over het gedrag van commissarissen daarmee te vergelijken is, namelijk niet deugd. Ja, je komt geen steek verder. Er worden namelijk geen oplossingen aangedragen. Er wordt alleen maar gezegd wat ons niet verbindt, in plaats van dus te zoeken naar de zaken die ons wel verbindt. Maar ik heb geen last van toorn. Eigenlijk helemaal niet. Ik ben alleen heel bezorgd over een aantal inhoudelijke ontwikkelingen waarvan ik van het bedrijfsleven vraag
om daaraan bij te dragen. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij goede publieke voorzieningen in stand houden. Dat betekent ook dat iedereen zijn belasting moet betalen. En als ik zie waar de lobby van het bedrijfsleven en ook succesvol op is gericht. Hè, dit kabinet verlaagt de winstbelasting, gaat voorop in de race naar de bodem in Europa. Wil die dividendbelasting, samen 5 miljard. In onderwijs wordt 1,9 miljard geïnvesteerd. En dan heb ik nog niet eens over cultuur of over verbindingen. Ja, ik vind dat een inhoudelijk probleem, dat het bedrijfsleven daar de prioriteit legt en niet bij het bijdragen aan de samenleving. En ik ken ook geen succesvolle, welvarende economie waar ook niet fatsoenlijk belasting wordt betaald. Dus daar moet echt een einde aan komen. En ik verwacht ook stelling van het bedrijfsleven om bijvoorbeeld tegen belastingontwijking en tegen die lagere tarieven op te komen. Maar dat doen ze niet. Ze vragen steeds meer. Dus we hebben geen, dat heeft niks met toorn te maken. Dat is een politieke opvang. Ja. Ik ben voor een heel groot deel ga ik mee met Henk Nijboer. Maar ik zou dat ook allemaal leuk vinden. Maar tegelijkertijd ben ik altijd mezelf aan het afvragen of je zo'n soort rol van een bedrijf kan verwachten. Zeg maar, uiteindelijk moeten de jaarcijfers gepresenteerd worden. Nou, zeker in het geval van Unilever zitten daar gewoon een hele hoop aandeelhouders zitten daar. En wat kan het hen nou schelen eigenlijk? Ja, het is heel stom. Ik bedoel, ze hebben ook helemaal geen binding met Nederland bijvoorbeeld. Zeg maar. Ja, die aandeelhouders kunnen overal vandaan komen. Precies. Hoezo zouden zij op een of andere manier willen investeren in deze samenleving? En zouden ze niet liever meeliften op de belasting die wij betalen en waar we volgens scholen mee gaan bouwen? Mm-hmm. Ja, ik vind het is een sympathieke gedachte, maar ik denk niet dat die realistisch is als je naar bedrijvigheid kijkt. Nee, precies. Dat is ook, er is ook geen incentief voor bedrijven überhaupt in dit systeem om dit soort goodwill uiteindelijk te verkrijgen. Dit is uiteindelijk is het winstmotief. Mm-hmm. Dat ik vind dat niet goed gaat. Ja, u demonstreert nu ook weer. Het punt wat ik wil maken is, u zoekt niet op wat ons verbindt. U heeft alleen maar een lijstje van zaken die u niet vindt. U suggereert bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven niet fatsoenlijk belastinggeld betaalt. Nou, dat is een opinie. U heeft het over de... Wij zijn voor het belastingparadijs van de wereld, zeg maar na de Cayman-eilanden en dergelijke, maar goed... Al die grote bedrijven die hier dan naartoe zouden komen omdat wij onze winstbelasting verlagen, dat is toch bijna hetzelfde als wat hij zegt. We hebben het net over dat bedrijven die komen naar Nederland toe of die gaan naar Nederland op basis van het belastingtarief. Ja. En dan vervolgens zegt hij, nee, maar bedrijven betalen gewoon belasting. Dat doen ze prima en dan, nou goed, gaat hij over een meningskwestie beginnen en dan moet ik ook weer eventjes ingrijpen. Ja. Want dat is helemaal... Maar wat bedoelt u met een opinie? Dat is ook maar een mening. Dat is ook maar een mening. Want ik vind overigens dat het bedrijfsleven wel degelijk fatsoenlijk belasting betaalt. En de belastingdruk is in Nederland een van de hoogste in de wereld. Maar het is geen opinie. Ja, voor werknemers. Dus de winstbelasting. Dus, maar ik wil verder niet over belasting praten. Oké, ik heb net gezegd wat ik wilde zeggen. Nu ben jij aan de beurt. Dividendbelasting. Maar laten we dat dividendbelasting nou als voorbeeld nemen. Iedereen die u aan het werk heeft gezien, de politiek, bedoel niet u persoonlijk, in de Kamer de laatste 3 maanden, zou denken, als hij het niet helemaal goed wist, dat we bezig waren met een soort oorlogsverklaring aan een ander land. Dividendbelasting is een economisch onderwerp. Je kunt het ermee eens zijn of je kunt het er niet mee eens zijn. Debatteer daar nu over. Constateer dat je het er niet met elkaar eens bent en probeer dan tot een conclusie te komen. Maar dat gebeurt. Ja, dit vind ik wel ook een hele, hele bijzondere. Zeg maar, over dividendbelasting wordt gedaan alsof het een meningsverschil is. Kijk, sommige mensen voor, sommige mensen zijn tegen. Maar uiteindelijk, de regering die denkt te doen wat het beste is voor het land, dus ze komen hier mee. Dan heb je hier precies een maatregel waarin eigenlijk alle experts, plus het bedrijf zelf, zeggen, nou, voor ons hoeft dat niet, dat is niet belangrijk. Nou, waarom Unilever dat zegt, is me niet helemaal duidelijk. Maar laten we zeggen, alle experts zeggen het hoeft er niet te komen. Mm-hmm. Vervolgens is er een ex-werknemer van Unilever die ergens in zijn carrière per ongeluk premier van dit land is geworden. En die zegt van, hey, weet je wat? Wij gaan 2 miljard overmaken naar bedrijven zoals mijn oude werknemer. Dat heeft niet te maken met een mening. Dat heet corruptie. Tenminste, als het in Brazilië zou zijn, zou het corruptie heten. En hier heet het belang van Nederland. Maar ik weet niet precies wiens belang dat dan zou moeten zijn in Nederland. Niet die van mij. Dat gebeurt niet. Mag ik me even onderbreken? Dat gebeurt niet. Om het aan te scherpen. Er is een kwestie met witwaspraktijken geweest en de ING. De commissaris Breukink van de ING heeft gezegd, nou, we hebben daar nu wel genoeg kritiek op gehad. Laten we nou eens ophouden met het besje van banken. En daar is weer een enorme woede over ontstaan in Den Haag, omdat je
de gedachte was, nou ja, ze zouden wel eens wat kunnen inbinden bij de ING. Begrijpt u dat? Ja, dat begrijp ik. Wat gebeurd is in de financiële crisis, daarvan heb ik zelf publiekelijk gezegd, dat is een schandaal wat hier gebeurd is. Ja? En dan een paar weken later zeggen, en nou moeten we jullie ophouden met kritiek? Maar vergeet niet dat de grote schandaal is nu al ondertussen ook alweer van 10 jaar geleden. Nou, ING was vanaf 2012 tot 2016. En of u het nou leuk vindt of niet, we hebben het financiële systeem nodig om onze welvaart in stand te houden. Dat laatste ben ik het mee eens. Hè. Ik ben het er zeer mee. Ik ben voor een gezonde financiële sector. Daar ben ik al 6 jaar, ik ben nu 6 jaar Kamerlid. En ik zet me daar dag in, dag uit voor in. Alleen er zijn wel een paar dingen voor nodig. Er is ander gedrag aan de top voor nodig. En er is ook voor nodig dat niet banken nog elke euro 33 keer uitlenen. En als ik dan zeg, er moeten hogere buffers komen, ja, de wetgeving moet aangepast, dan staan de banken vooraan om dat te voorkomen. En dan dreigt het weer mis te gaan. En ik ben het ook niet eens dat het nu veel beter gaat dan voor de crisis. Het derivatendrama, MKB'ers die er is aangesmeerd, is van recente datum. ING is 2012 tot 2016 is het grootste schandaal, grootste strafrechtelijke schandaal van een bedrijf van de afgelopen tijd. Ja, daar kunnen we niet lichtvaardig overheen stappen. En dat probeert de Raad van Bestuur wel te doen. En daar ben ik scherp op. En daarom vroeg ik u, wat vindt u van zo'n opmerking van Breukink, die commissaris is bij ING, dat je nu even op moet houden met het bashen van banken, terwijl de zaak nog niet eens achter de rug is? Nee, ik ben het helemaal met u eens dat ING past op dit moment nederigheid. Ja, naar wat gebeurd is. Ik denk dat we daar gewoon klaar zijn. Zeg maar, ja. we kunnen nog heel lang doorgaan met dit verhaal, maar deze meneer, die enerzijds predikt die ja, we moeten nederig zijn. En anderzijds zegt hij dat de toon, die is veel te vijandig en alles wat daarbij hoort. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat het sorry zeggen van banken en dergelijke, dat niet genoeg is. Juist omdat de hele situatie, wat Witteman ook zegt, nog steeds bezig is. Precies. Er is geen verandering gekomen. Ja. En zolang die verandering niet heel hard plaats zal vinden, is er geen enkele reden om die toon en de kritiek op die hele wereld in te slikken. Ja, precies. En ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Ik denk dat. Nou, tot de volgende aflevering. Joep.